Goedemorgen, ik sta hier voor de ingang van Landgoed Hoenderdaal, waar ik een blokstage van 4 weken loop. In 1992 is Landgoed Hoenderdaal ontstaan toen een stuk akkerland omgebouwd werd tot natuurpark. Inmiddels is het uitgegroeid tot een groot dierenpark met dieren uit verschillende werelddelen. Dit trekt bezoekers van verschillende leeftijden aan. En ondanks dat we zoveel bezoekers krijgen, staan de dieren bij ons altijd op nummer 1 en laten we ze natuurlijk gedrag vertonen. Dit is de lood. Hier verzamelt iedereen zich in de ochtend. Nou, hier staat ook alle voorraad van al het voer. Hier hebben we een silo. Zo koud. En dan hebben we hier het groente en fruit. We vullen alle emmers in de middag al bij voor de volgende dag. Dus we hoeven 's ochtends alleen nog maar groente en fruit te pakken. En weten uit ons hoofd precies wat we moeten hebben. Nou, en dit is dus hoe je dat niet moet doen. Wat ze nodig hebben, hoeveel ze nodig hebben. En dat is wel handig voor alle vrijwilligers die niet op vaste dagen staan, dat ze gewoon weten wat ze moeten doen. Zou je willen vertellen wat je doet en of je het leuk vindt? Nou, dit is heel erg leuk vrijwilligerswerk om te doen. Ze zijn altijd dol enthousiast en je krijgt er zoveel liefde voor terug. 5 keer op een dag moeten ze gevoed worden. 'S morgens krijgen ze er een bijtje. 'S middags krijgen ze, voor de middag krijgen ze de appeltjes. En tussen de middag krijgen ze lekkere groenten. Het zijn worteltjes, wipplof. 3 uur krijgen ze weer de appeltjes. En om 5 uur dan krijgen ze er een ontbijtje. Maar ja, 's morgens kom je. En dan moet er ook alles opgeruimd worden. Want ze eten, maar ook ze poepen. Dus ja, dat moet ook gebeuren. En verder, ja, als het weer mooier weer wordt, zijn ze gewoon weer buiten. En dan gaan we de paden lekker aanwegen. En je staat af en toe eens even lekker bij ze te kroelen. En ja, het gaat gewoon prima. Het is gewoon heerlijk om ontzettend. Oké, dankjewel. Zou je willen vertellen wie je bent en wat je doet? Ik ben
Diana Esterpijn, ik ben 44 jaar. Ik ben vrijwilliger op landgoed doen, bij de dierenopzorging. Oké, en vind je dat leuk om te doen? Ja, ik ben begonnen bij de Maki's als makenbewaker. Dat heb ik 3 jaar gedaan. In de winter is daar erg rustig, dus toen ging ik de dierenopzorging helpen. En vandaar dat ik overgestapt ben naar dierenopzorging, want daar is gewoon veel meer te doen. En je komt met alle dieren in aanraking. Oké, dankjewel. We staan hier bij de neusberen en de kapucijnerapen. Vaak worden die apart gehouden in dierentuin omdat het niet goed gaat. Maar als wij erbij blijven met het voeren en de kapucijnerapen genoeg afleiden met wat walnootjes, dan laten ze de neusbeertjes met rust. Mara's en een hertje. Kom, gaan we even kijken bij het hertje. Hier zit het hertje die we hebben gekregen van een vrouw die een camping had. En ik heb hier iets voor haar en dus de dieren weg. En dit hertje dat kon ze niet meer bij hebben, dus hebben wij er gekregen. Ze heeft 1 oog, dat doet het niet meer. Maar het gaat hartstikke goed zo tussen de alpaca's en de Mara's. Straks in april, als het paardhuis voorbij is, dan mogen ze weer bij elkaar. Hoi, ik ben Dennis. Ik verzorg een heel deel van de dieren hier op Landgoedendaal. En daarbij ook de kamelen. In het verblijf van de pincé-aapjes. Voorheen zaten hier ook de trompetvogels op de grond, maar omdat het vrouwtje nu drachtig is, hebben we die bij de leeuwkop-aapjes gezet, zodat we zeker weten dat het goed gaat.